En hij had ook nog een hele bijzondere laatste wens. Om hier begraven te worden inderdaad, op eigen erf. Ja, dat heeft een aantal jaren geduurd. Het is een aantal jaren met de gemeente in overleg geweest. Omdat dat het allemaal mocht. En, maar ik zit vaak gewoon bovenop. Je zit er bovenop. En dan gaat alles goed door je heen, van dat hele eind. En met de pijn die hij gehad heeft. En nou ja, toch die hele strijd. Wat was hij voor man? Ja, heel bijzonder. Het eerste wat hij zei tegen mij is, heb jij iets met de Indianen? Toen dacht ik, ja, dat is een voltreffer. Ja? Heel veel. Dus. Want dat heb jij wel. Ja, heel erg. En hij ook. Hij ook. Ja. En wat was dat dan, die liefde voor die Indianen? Dat diepe met de natuur, die verbondenheid met die kosmos, met die natuur, met alles wat er is. Dat. Wat voor woorden passen er bij hem, als je hem zou omschrijven? Ja, gewoon uniek. Gewoon heel bijzonder. Gewoon een half gek ook gewoon. Ja. Gezellig, ja. Heel veel gekke dingen gedaan samen, ja. Waar denk je dan aan? Nou ja, goed, in Frankrijk zaten we natuurlijk vrij afgelegen. Dus de laatste daar boerderij... hebben jullie ook gewoond, hè? Ja, daar hebben we ook gewoond. En de laatste boerderij van het straatje, dus ja. Komt alleen de postbode, misschien als er een keer iets bezorgd moet worden. Maar toen op een gegeven moment, ja, het was te warm. En ja, het is misschien wel raar om het te vertellen, maar... Toen had hij zoiets van, zou je in je blote op de fiets zo, op zijn oma fiets een rondje op dat binnenplaats op de koer willen durven te fietsen. En nou, dat durfde hij dan wel. En ik zeg, nou ja, dan gaan we dat doen. Dus dat deed hij. Stapt zo helemaal in zijn blote op die oma fiets en rijdt zo heel vrolijk. Kijkend, zwaaiend, rijdt hij daar een rondje op. En toen moest ik. Ik zei, ja, maar ik doe het niet. Nee? Nee, echt niet. Nee, dat gaat ver. Nee, echt niet. Nee, want dan zul je net zien dat er toch net iemand aankomt rijden die net niet bij ons hoeft te zijn. Of juist wel. Nee, echt niet. En als man kun je natuurlijk even makkelijk zo. Dat je denkt, nou, het zal wel. Maar als vrouw zit je toch dat je met losse handen en dan kom je nog te vallen, weet ik veel. Nee, ik denk, hier begin ik niet aan. Maar zo gek was hij wel, dat deed hij gewoon. Hij voelde zich ook altijd veilig bij mij. Dat zei hij ook altijd van, ik voel me zo veilig bij jou. En dacht ik, nou, dat heb ik andersom niet. Maar goed, nee. Nee? Nee. Nee, hij voelde meer als een soort kind. Zeg maar, puberde ook wel. En met een kind kan je behoorlijk druk zijn. Ja, ontzettend. En had je niet ook wel eens dan toch... Verlang je niet toch ook wel naar die veiligheid die hij wel bij jou vond? Ja, ja. Nou, ik weet niet, wat hij nog wel eens vaak zei... dat wij dus toen weer contact kregen dan. Dat was een beetje 2005. Hij was toen bij me geweest en op een gegeven moment... zou die weggaan en toen viel ik hem om zijn nek. En toen had hij, dat heeft hij vaak gezegd... Hij zegt, toen had ik zoiets van, die laat me nooit meer los. En dat is... ja, dat is ook zo gebleven. Ondanks alles wat ertussen kwam. Ja. Dus door alle moeilijkheden heen... bleef hij toch verknocht aan hem? Hij wist ontzettend dat hij op mij kon vertrouwen en dat... Ja, dat is dan blijkbaar je missie ook of zo, om dat waar te maken. Hè? Wat doet het met je als je ernaar kijkt? Nou, ja, je scheurt even door midden, hè? Ja? Ja, het is allemaal weg. Maar daar ziet hij er toch wel heel gelukkig uit met mij, toch? Ja. Dus dat voel ik me toch wel trots mee, dat hij zo gelukkig kijkt met mij. Ik vind hem zelf nooit zo heel bijzonder, maar hij ziet er toch wel heel gelukkig uit daar. Maar wie zijn die klompen? Die zijn van hem. Nog. Echt? Ja. Die zijn nog van hem? Die heeft het tot het laatst van toe. Hij is, even kijken, is hij ook begraven met klompen aan? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Maar is het anders hier om op het erf te lopen, nu hij me er niet meer is? Ja, het is kaal. Kaal? Want je weet gewoon welke kant je ook oploopt. Je gaat hem niet meer zien. Tenminste niet in de vorm die hij had, om het zo maar te zeggen. Dus er is gewoon een stuk uit. En toch heb ik het gevoel dat jij ook heel veel ziel in het hele grond hier stopt. Ja, geleidelijk aan wel. Dat was in het begin helemaal niet. Dat groeit wel. Is dat ook afscheid nemen van wat was? Ja, er zit sowieso natuurlijk op wat nog toch een rommel is, zit heel veel negativiteit. Want hij hield wel van dat de boel netjes was, maar hij was gewoon niet in staat. Dat zei hij ook wel eens tegen mij, dat is een handicap van me. Ik kan dat niet.
Begin jij ook ergens een nieuw tijdperk hiermee dan? Ja, echt wel. Want je ruimt ook zijn spullen op, toch? Ja, ook wel. Maar je houdt natuurlijk bepaalde dingen die hou je. Dingen die echt een gevoelswaarde hebben. Maar wat gewoon echt weg kan, dat doe je weg. Dus je bouwt ook aan een herinnering? Ja, en je maakt de herinnering mooi. Je houdt het goede, dat behoud je en de rest zet je open om weer dat er weer wat goeds komt, zoals hier in deze schuur ook. Dus je bent ook aan het afsluiten wat ingewikkeld was aan zijn leven? Wel. Ja, absoluut. Ja. Tjoh, wat bijzonder. Ja, ik heb dit nog nooit gezien natuurlijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het was ook een heel traject ernaartoe bij de gemeente. Het heeft toch een aantal jaren geduurd voordat dit allemaal mocht. En dat mocht ook weer op een bepaalde afstand van de stal en alles. Allemaal uitgemeten en gedaan. En dat hing natuurlijk ook een prijskaartje aan. Mm-hmm. Maar dit was hoe hij het wilde. Ik wil het helemaal begroeid laten zijn. Dus ik ben al steeds wat aan het bijplanten. En dat het gewoon één uitbundige, bloeiende toestand wordt hier. En het moet wat mij betreft mag het een plek worden waar je rust vindt. Waar je gewoon bezint op wat je allemaal door je hoofd spookt. Dat, of gebed, of meditatie, of wat ik maar. Maar echt een rustplek. Maar het is natuurlijk ook moeilijk. Je wordt er steeds weer mee geconfronteerd. Maar omdat het toch getransformeerd wordt door wat er allemaal vanuit de natuur allemaal zo ontstaat. Je ziet nu ook al bijtjes overal opkomen en zo. Wordt het toch een heel blij stukje. En omdat hij dit zo graag wilde, is dit natuurlijk, dat is de mooie combinatie ervan. Dus het staat in het teken van waar hij me zo van hield. Oh, ja, zeker. Maar ik zit vaak gewoon bovenop. Je zit er bovenop? En dan gaat alles door je heen, van dat hele eind. En met de pijn die hij gehad heeft. En toch die hele strijd. Het is nog best heel wat ballast, hè, als ik je zo hoor, van het verleden. En hoe is dat dan nu voor jou? Eroverheen zien te stappen. Gewoon af en toe met boosheid, dat is ook rouw. Ook dat je boos bent. Niet alleen maar verdriet, maar ook gewoon boosheid. Dat je het ook uitschreeuwt. Dat vinden mensen soms gek. Die denken, rouw, dat is verdriet alleen maar. Nee, het is net zo goed dat je boos bent of wanhopig of wat ook maar. Dat je het uitschreeuwt af en toe. Hmm. En dan daarna, dan begin je automatisch, dan word je zachter. En dan met het verdriet word je weer zachter. En dan komt je gevoel weer terug. En dan heb je weer een stapje gezet. En dan komt de verbinding weer terug. Verbinding? Ja. Met het goede. En wat was het goede? Ja, toch de diepe gevoeligheid die hij toch had, hoor. Want hij kon ook wel heel hard naar buiten treden, maar dat heb ik ook. Maar toch een hele diepe gevoeligheid en een diep inzicht in toch het hele het kosmische, zeg maar, of zo. En het ontstaan van dingen en dat, denk ik. Wat jullie met elkaar deelden? Ja. Ja? Ja. En nog steeds delen misschien. En als ze toch weer thuiskomen, dan voel je toch weer naast elkaar. Zoals op die foto, gewoon bij elkaar. Dat blijft. Dat blijft.